Het is donderdagavond, 36 op de schaal van Richter. Tijd voor Rrrr. Rrrr is een programma vol kunst, cultuur, seks en wetenschap. Kortom, Rrrr. Uw rots in de branding der conversatie is Jan Lenferink. Goedenavond. Welkom bij Rrrr. Wanneer je een eerzaam koopman bent, die vlijtig werkt voor elke cent, die heel zijn hart en heel zijn zin gezet heeft op een lief gezin, dan heb je bij de vrouw van thans een schijntje van een kans. Maar geef je aan het werk de brui en draag je een oranje trui en ben je keeper, back of spil, dan mag je doen wat of je wil. Dan ben je een kerel, dan ben je een held. Dan is elke vrouw plotseling op je gesteld. Ze vraagt om een haarlok, ze koopt je portret. Ze droomt van je benen, je benen, je benen. En ze droomt van je benen in haar maagdelijk bed. Dit prachtige lied, Annex Gedicht, dat schreef Dirk Witte. Nou, al heel lang geleden voor de oorlog, want die man is al heel lang dood. En zoals een goed gedicht betaamt, geldt het nog steeds eigenlijk, ook nog heden. Vandaag in Rrrr, drie stoelen voor drie gasten die iets te maken hebben met sport en literatuur. Die stoel is voor een portie onvervalste Haagse bluf. Die stoel is voor een flinke Amersfoortse kei. En de eerste stoel is voor een Rotterdams goudkuipje. Welkom bij Rrrr. En Rob, wie is onze eerste gast? Onze eerste gast is nog net een minderjarig. Maar als hij zijn trucendoos opentrekt, zingt heel de Kuip eenparig. Deze grote kleine man wordt de reus van Rotterdam. Geboren in Zuid, getogen in vak S, staat hij dankzij kruivende krommen hun les al met één been in het succes. Hier is hij, een pingelaar met heel iets te veel franje, maar niettemin voor het eerst in oranje. En elke week weer in Feyenoord 1, de dribbelende babbelaar Mario Been. Vertel eens Mario, wanneer heb jij voor het laatst een trein gerestaureerd? Dat is een paar jaar geleden, maar die rijdt nog steeds, dus het was niet zo erg hoor. Nee? Nee. En je was op weg met je vrienden naar welke wedstrijd? Nou, we hebben wel wat wedstrijden. We zijn naar Ajax geweest, Den Haag, Utrecht. Ja? En dat ging wel eens aardig te keer, ja. Ja? Ja. Nou zit je in het veld, hè? En je bent, hoe noemen ze dat in Rotterdam, het vak waar jij vroeger als jongen ook in stond? Nou, dus vak S is het. Vak S, hè? Ja. Zou ik zeggen, was het bij Ajax, wat bij Ajax Ajax noemt. Ajax. Ja. Een nieuwe club. Dat zou trouwens een goede club zijn. Nieuwe club, toch? Ja. Maar jij zit nou zelf in het veld, hè? Zie je de jongens nog wel eens met wie je in vak S mocht verkeren? Nou, na de wedstrijd staan ze wel eens op te wachten om met je te praten en een hand te geven of zo. Ja. Ja, je ziet ze nog wel veel. Wat was jouw favoriete werktuig vroeger? Favoriete werktuig? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf niet meegedaan aan het rotzooi. Ik stond een beetje op de achtergrond en als er dan eens eentje voorbij kwam, ja, dan gaf ik hem wel. Liet ik hem vallen of zo, weet je. Dus het viel allemaal mee. En nou sta je zelf in het veld. Word je nou opgesweept door die playrollen en het vuurwerk of vind je het lullig? Nou, zolang het recht omhoog gaat, valt het allemaal wel mee, maar als je loopt te spelen, dan kom je ineens het veld en dan is het wel eens nadelig, ja. Maar speel jij ook op publiek? Ja, ik denk van wel, want het is erg belangrijk voor je, vind ik. Merk jij het ook, of het publiek op je hand is? Ja, tuurlijk. Als ze klappen, zijn ze op je hand. En als ze boer roepen, dan vinden ze het niet zo leuk. Ja. Oké, dat was dus voor een open doel, hè? Ja. Oké, maar goed. Ik kan me herinneren, ja, ik niet persoonlijk, maar ik heb je maatjes van Feyenoord van de week even gevraagd. En die zeiden het eerste wat jij zei toen je daar binnenkwam was, ik zal die Kuip wel eens even vol spelen. Nou, dat is waar natuurlijk. Zondag hebben we uitverkocht huis tegen Ajax natuurlijk. Dus aanstaande zondag? Aanstaande zondag, ja. En afgelopen zondag dan? Zullen we het daar eens even over hebben? Nou, die zat ook vol, maar die zijn allemaal weggelopen toen zondag. En wie zijn schuld was dat? Nou, dat was onze schuld met name natuurlijk. Het was, ja? was niet bijsterend goed wat we speelden. Ah. Was jij tevreden ook niet over je eigen spel? Nee, helemaal niet. Wat mankeerde er dan aan? Nou, ik had te veel balverlies en ik deed te moeilijke dingen wat op sommige momenten niet moest.
Maar ik heb toch begrepen dat je trainer je al heel vaak zegt van dat je maar eens op moet houden met dat prachtige dribbelen. Dat je gewoon sober moet spelen. Ja, maar ik denk toch dat dat nog je spel is. Ik denk niet dat ik dat gelijk kan veranderen. Maar als je daar, vergeet je dat? Als je daar in het veld staat, vergeet je dan gewoon wat hij gezegd heeft? Ja. Ja, want hij kan, voor de wedstrijd kan hij alles mooi zeggen. Maar als je in het veld staat, moet je het toch zelf doen. Ja. Dus dan doe je toch wat je zelf wil. En wat hoe de situatie zich voordoet. En wat heeft Willem van Hanegem tegen jou gezegd voor de wedstrijd? Nou, hij zegt gewoon sober spelen en je eigen spelletje spelen. Dus ja. Voor de rest weinig. Ja. Laten we eens even over Wenen hebben. Daar was je ook, hè? Ja. Ja. Je debuut ook in Oranje. Ja. Kwartiertje. Ja, 17 minuten mocht ik meedoen, ja. 17 minuten. Als je langer had meegedaan, hadden we gewonnen natuurlijk, hè? Nou, ik had het minder koud gehad, maar ik... Ja, ik heb daar... hoeveel kwartier? 5 kwartier zat ik daar in die kou te lijnen. Nou, en toen mocht ik dan een kwartiertje meedoen. Nou, mijn teentjes, die hadden het niet best natuurlijk. Maar dat kan je niet warm houden dan? Ja, dat kan wel, maar ja, die wind die blijft gaan onder die dugout door natuurlijk. Huh? En ik zag geen verwarming daar, dus het was skouleien. In welk hotel zaten jullie in Wenen? Ja, iets met Elde voor El Salvador of zo. Het was in ieder geval. Ah. Ja. In Wenen? Ja. Ja? Nou, het was. Ik heb nog nooit zo'n mooi hotel. Ik heb een hoop gezien, maar zo'n mooi hotel heb ik nog nooit gehad. Nee. En met wie lag jij op de kamer? Of nou, Groningen van Tirrelen, dus dat was niet zo lachen. Nee, het was vroeg slapen. Hè? Ja, ik had begrepen van Michels dat hij jou had uitgekozen omdat je zo grappig was. Nou ja, ik mocht sfeerproeven, heet dat, hè? Sfeerproeven, ja. Ja? Nou, dus die sfeer hebben we een beetje mee, maar het was, achteraf bleek het geen sfeer te zijn natuurlijk. Helemaal niet? Nee, ik vond het niet zo leuk. Want het is toch jammer, ja, dat je daar verliest. Heeft Rinus nog gezongen in Wenen, of niet? Nee, alle kakkelakken waren daar al uit het hotel, dus hij hoefde niet te zingen. Ja. Heb jij nou dat je zo'n wedstrijd ook van tevoren, dat je droomt, dat je dat... Dat je al voor je ziet? Nou, met die wedstrijd was het moeilijk omdat ik niet wist of ik speelde. Maar ik heb wel dat ik vaak droom, ja, van een wedstrijd. Ja? Ja, alleen maar goede dingen hoor, altijd hoor. Oh? Ja, je bent altijd de ster van de wedstrijd als je droomt. Maar ja. Ah, ben je dan, ja? Ja. Droom je nou ook al van Ajax Feyenoord voor volgende week? Nou, ik heb al wel gedroomd, ja, daarvan, ja. En hoeveel doelpunten had je? Nou, ik zal het niet zeggen, want dan gaan ze niet meer kijken dadelijk. Goed luisteren. Kijk. Ik weet niet meer wie het gezegd heeft, maar ik geloof Karel Lotsi, die zei... De straat is de hogeschool van het voetbal. Ja, dat klopt. Kan je daarin vinden? Ja, dat klopt, ja. Wat ben jij? Ja? Ik heb zelf veel op straat gevoetbald, met een tennisballetje, met een wat grotere bal. Ik denk dat, je kan het ook vaak zien aan de jonge spelers die nu in betaalde voetbal lopen. Ze hebben allemaal stuk voor stuk erg veel techniek. Ja. Dus ik denk op straat leer je het wel, ja. Waar woon jij in Rotterdam? Nou, op Zuid woon ik, dus 5 minuutjes van de stadion af. Ja, heb je altijd bij Feyenoord willen? Heb ik altijd willen spelen, ja. En ik speelde al vanaf mijn 10e jaar. Aha. Je bent ook nog wel naar school geweest, mag ik hopen? Ja, dat deed ik tussendoor altijd. Ja. Dan ging ik, En wat voor school? Nou, ik heb toch nog de MAVO gehaald. Ja. Nee, nou, ja. Ja. Dus fremdsprachen, fijne talen, dat is geen punt? Nee, is feilloos. Wat sprak je in Wenen? Nou, daar spreken ze Weens, hè? Ja, ja. Maar Frans kan je ook. Ik bedoel, petit peu, hè? Weet je? Ja? Vertalen? Nee, hoef niet. Ja. Klein beetje is dat. Nee, nee, ja. Klein beetje. Ja. En heb je ook nog wel contact met, laten we zeggen, met je leraren van toen? Zo, weet jij nog wie jouw Franse les gaf, bijvoorbeeld? Ja, die ken ik nog wel. Dat is juffrouw Smit. Ah, uit Rotterdam. Ja, ze gaf les bij ons in Rotterdam, ja. En, ja. Ja, ik weet niet waar ze vandaan kwam. Ik kwam nooit bij de thuis of zo. Dus. Oké. Luister. Elke ochtend moet je trainen, hè? Ja, bijna elke ochtend, ja. Van hoe laat? Nou, het is meestal van 10:30 tot 11:15. Ja? En dan ben je de rest van de dag vrij? Ja, soms meestal wel, ja. Het valt mee de laatste tijd. Ja, ik hoor een paar een beetje zo roepen, maar erg mee de laatste tijd, ja. En dan, ga je een beetje liggen slapen natuurlijk? Nee, daar ben ik geen man voor. Ik ga een beetje, ja, video kijken of zo. Ja? Maar slapen doe ik meestal niet, nee. Wat is de laatste video die je uit de take hebt gehaald?
Nou, ik had de laatste was vanochtend heb ik erin gezitten kijken. Maar dat was voor de derde keer was Politieacademie. Nou, die is geestig, hè? Ja, dat is een lachfilm. Ja. Is dat een lachfilm? Ja, was wel leuk. Is dat wel goed voor je conditie? Nou, lachen hoort erbij, vind ik. Ja? Ja, ik vind, je moet altijd blijven lachen. En ik hoor ook voetballers kaarten, zegt Suf, of niet? Ja, ja, na de training of bij een wedstrijd in het buitenland of zo. Ja, dat doen we wel vaak, ja. Wie kaarten nog het valst? Het bij valst? Jullie? Wie is een goede valsspeler, zou ik maar zeggen? Nou, ik heb er zelf een houtje van, maar... maar van de rest zie je het meestal niet zo, natuurlijk. Nee. Maar ik heb niet te klagen, ik ben meestal wel, dus ik heb het altijd wel naar mijn zin. Geen namen. Luister, jij blijft bij Feyenoord. Je gaat je contract vernieuwen binnenkort, hè? Nou ja, als ik zo blijf spelen, dan heb ik een kans op. Maar ja, als het minder wordt, dan weet je het weer niet. Maar ik denk wel dat ik... En ik wil het liefst bij Feyenoord blijven, ja. Ja? Terwijl je weet dat ze bij Ajax een jongen als jij, die creatief voetbal, die veel gehaktballetjes geeft in het veld, zou ik maar zeggen, hè? Ja. Dat mag je toch niet van Favier, hè, de trainer? Ja, maar ik denk... Als je dat ook al niet mag bij Feyenoord, dan denk ik dat je weinig voetbal overhoudt op het moment natuurlijk. Mm. Ik vind je moet blijven voetballen en het maakt niet uit helemaal voor club. Soms zijn er momenten dat je het niet kan, maar het moet gewoon. Mm. De mensen komen niet alleen voor het, wat je zegt, dan het werkvoetbal, wat ik ook wel niet het juiste woord vind. Maar de mensen komen ook voor leuke dingen en ik vind die moet je ze toch geven voor dat geld. Mm. Hoe vaak ga je in de week naar de Zonnebank? Nou, daar ga ik helemaal niet zoveel, want ze zeggen dat het slecht voor je is. Dus ik wou een beetje wachten. Ja? Ja. Maar als je 's morgens gaat, wanneer word je dan bruin? Weet je dat? Is meestal als die afgelopen is. Dan word ik het... Nee, ik hoorde in Rotterdam dat je altijd bruin wordt als de disco open gaat. Nee, is niet. Ik ga helemaal niet meer zo vaak naar de discotheek. Ik ga altijd vroeg naar bed en tv kijken een beetje. En, ja, echt sport, maar leef voor je vak, hè. Ja. Kan je niet maken. Ja, goed. Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Jawel. Dat... Op je bovenlip, wat houdt dat in? Nou... Ja, je kan het hebben, hoor, daar niet van. Ja, maar dat is iets wat jij nog niet hebt. Dat zie je. Nee. Ja. Cruijff heeft over jou gezegd, dit is het jaar van de waarheid voor Been. Wat heb jij geleerd van Johan Cruijff? Nou, een hele hoop dingen. Ik heb geleerd simpel spelen en in dienst van de ploeg spelen. Ja, en ik denk wel dat dat heel belangrijk is voor mijn carrière om... Net als met Willem en Johan om je heen toch prestaties te leveren. Want het zijn toch de twee, nou laten we zeggen, de twee meest bekende en beste spelers in Nederland. Bon. Hey, neem maar een lekker slokje. Ja? We hebben weer veel geluld al. Zo. He? En zou Rob zo goed willen zijn onze volgende gast te introduceren? Onze tweede gast kent u van de tv. Waar zij met haar flûte bouche en haar verboden décolleté de kijker met haar ogen kuste als zij zei... Zag zij wel te rusten. Als kleuter reeds aan vaders hand werd zij verliefd op bal en krant. Sindsdien heeft haar geschreven en gesproken woord ons her en der en overal bekoord. Hier is zij, schrijveres, schilderes en dichteres, Violala van Emmenes. Luister eens, Viola, wat heb jij aan Cruijff geleerd? Weinig of niks, nee. Hoe kom je daarbij trouwens? Ik las in een oud knipsel dat hij met jou, zoals de Amerikanen dat zeggen, een leuke date had. Nee hoor, dat klopt, dat is ook bekend ook. Ik vertel niks nieuws. Toen ik een jaar of 15 was, ben ik eens een keer met hem naar een discotheek geweest. Toevallig, Maar toen kon je hem ook nog niks leren natuurlijk. Nee, ik was 15. Nou, als je hem nou had mee mogen nemen? Ik weet het niet. Nee? Nee, ik hoef die jongen niks meer te leren. Hij kan voetballen, dus hij kan alles. Ja. Oh, is dat zo, Mario? Als je voetballen kan je alles? Nou, je kan het meeste kan je wel, ja. Viola, hoe is het met je vader? Met mijn vader gaat het zeer goed, dankjewel. Hoe oud is hij nou? 86, inmiddels. Ja, hij was vroeger bijna de beroemdste radioreporter. De voetbalingenieur, ja. De voetbalingenieur, ja. Hij kijkt nog steeds vreselijk naar wedstrijden ook? Ja, nog steeds. Ja. Hij werkt niet meer. Nee. Werkt niet meer, maar hij gaat nog wel naar wedstrijden, ja. Beetje de buurt, niet te ver weg meer. Ga je nog eens met hem mede? Nee, nou niet meer. Nee. Dankjewel. Nee, vond je vroeger leuk met hem om naar die wedstrijden te gaan? Ik ging mee omdat ik het zo zielig vond dat hij altijd alleen moest gaan. En ik moest de uitslagen opschrijven aan het eind van de wedstrijd. Ik heb ook de mooiste wedstrijden gezien zonder dat ik wist waar ik naar keek, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Wat kon je niet verschelen eigenlijk? Die... Jawel, nou ja, ik had er geen verstand van, dat heb ik nog niet, hoor. Sommige mensen denken dat inmiddels. Ja.
Ik heb wel voor de KNVB geschreven, voetbal totaal, maar dat zijn andere interviews met sportmensen. Ah, bon, het is maar echt verstand van voetbal, dat heeft alleen mijn vader, denk ik. Oh, dus je kan Mario geen goede raad geven? Nee, moet je bij mijn vader wezen. Kijk, maar je hebt toch wel bij Cor van der Hart op schoot gezeten? Ja. Heb ik goed. Ja. Toen, nog nou, toen ik nog heel klein was, hè, denk ik, ah, ja. Toen ik een jaar of 9 was of zo. Ah, ik ken natuurlijk al die mensen wel, ja. En je hebt volgens mij ook eens in het Feyenoordstadion omgeroepen. Nee, dat was Ellis Berger in het Ajaxstadion, maar goed. In het Ajaxstadion, ja? Oh, oh. Dan nee, ik ging wel vaak mee. En het mooiste als kind vond ik altijd, dat is geloof ik nog in het Feyenoordstadion, in de Kuip, hè, daar. Ja. Zijn allemaal van die perstafeltjes. En er staan op die perstafeltjes staan kaartjes met Algemeen Dagblad, noem maar op. Ik mag geen reclame maken voor kranten, maar allemaal kranten. En er stond er één kaartje met Ingenieur A van M&S. Dat vond ik als kind het mooiste wat er was. Ja, en toen wou jij ook later in de verslaggeverij gaan? Nee hoor, toen ik, wou, ik wou televisieregisseuse worden, vroeger. Regisseuse? Ja. Niet eens presentatrice? Nee. Oh. Ik ben er zo ingerold, maar ik dacht, nou zo kom ik er ook wel dan om regisseuse te worden. Maar ik ben blijven steken in dit vak. Hey, hoe komt het eigenlijk dat zo weinig vrouwen van voetbal houden? Heb jij een... Het is een mannenwereld, denk ik. Is het daarom? Nou, er zijn wel vrouwen die het doen en die ervan houden ook. Ja? Je hebt wel damesvoetbal nou? Ja. Jawel, maar ik bedoel, om naar te kijken. Nee, maar om naar te kijken. Dat je in de stadion zie je toch weinig vrouwen zitten. Mag ik even ondertussen? Oh, natuurlijk. Oh, misschien wil Mario je bedienen. Ja, natuurlijk. Ja, schuim niet, hè, dit. Dat is duur, hè? Dat is heel duur, ja. Nou, was toch niet van die hele... Dat, nou, dat hele heeft goeie. Kruijf nog nooit gedaan voor mij. Is het nooit gedaan? Nee, champagne. Maar hij dronk toch heel weinig Kruijf, toch? Dat weet ik niet meer, joh. Ik was 15, dus... Niet, en hoe zat het met die papegaai van je papi? Ja, mijn ouders hadden een papegaai, was heel mooi. En die floot maar één ding en dat was hand in hand kameraden. Dat is een goede papegaai geweest. Hè? Dat is een beide handen papegaai. Ja. Ja. Hey. Ik weet niet of je het nog doet hoor, maar goed. Welke sport bedrijf jij zelf? Geen enkele. Ik heb een beetje aan, het klinkt heel, heel vreselijk, aan bodybuilding gedaan. Het is niet echt om de spieren te kweken hoor, maar een waar? Beetje... Ja, ik bedoel in welk dorp? Welke spieren bedoel je niet, hè? Nee. In welk dorp? Ergens bij Amersfoort in de buurt. Oh, bij Amersfoort. Daar kan je dat ook allemaal, hè? Daar, alles kan ook in Amersfoort, ja. Het is, wat leuk, Amersfoort. Het was niet zo zwaar. Was het niet zo zwaar? Nee. Wat is niet zo zwaar? Die gewichten waren toch niet zo zwaar? Nou, dat hangt er vanaf. Als je een paar kilo erop legt op die leg press, doe jij het ook dan? Nee, ik niet. Ik heb wel spier van mezelf. Ja. Nee, maar die heb je als voetballer, ja. Dan ben je toch meer bezig met je lichaam. Zijn je benen eigenlijk verzekerd of niet? Nou, die zijn wel verzekerd, ja. Ja, mag ik vragen voor hoeveel? Nou ja, je mag het vragen, maar ik weet niet precies hoe dat in die percentage zit, maar ze zijn voor een heel goed bedrag verzekerd. Dus, ja. Welke spieren bij jou, dacht je, hebben nog een beetje stevigheid nodig? Nu niet meer hoor. Was het al heel vroeger? Ja, ja. Ja, nou ja. Nee, ik vind het niet. Wat bedoel je? Nee, we kunnen het ons allemaal kijken, want ik geloof, één deze dagen komt het nieuwe handblad voor de Nederlandse man weer uit. Hè? Ja, was gisteren, woensdag was het. Playboy, ja precies. Dat komt uit, daar sta jij in de blote bibs in. Niet helemaal. Niet helemaal. Nee, het is keurig, je ziet echt niks meer dan op het Zandvoortse strand. Je hebt dat gezien? Ik heb het gezien. Oh. Ja? Ja. Nee, nou. Vertel eens, je kon het hebben? In dat kerstnummer, ja. Ja, was leuk. Ah, het waren wel, ja. Ja, kerstballen, ja, dat hoort erbij. Je bent, ja. Wanneer ga jij in de Playboy, Mario? Nou, ik vind het niks om met een nietje in mijn kont op een bladzijde te staan. Maar ik weet zeker, Viola, dat je van je collega's en ex-collega's natuurlijk wel het een en ander te horen hebt gekregen, of niet, hè? Ja, kijk, ik praat nooit met naam en toename over collega's. Dat vind ik heel vervelend. Ze doen het wel over mij. Kan ik ook niet helpen. Maar in zijn algemene zin, kijk, als een weekblad jou opbelt om te vragen wat vind je ervan, aan mijn collega's dan, dan vind ik dat je daar niet op moet reageren. Ik zou dat nooit doen. Ik vind dat je daar niet over moet praten. Of je moet het aardig zeggen. Of niks. En de aardige mensen noem ik dan ook met name. Willy Dobbe heeft iets heel aardigs gezegd. Die heeft gezegd, nou, Viola is oud genoeg, oud en wijs genoeg om te weten wat ze doet. En de rest van de dames wil niet in de Playboy en zal er ook niet voor gevraagd worden. Maar goed, even kijken, ja. Wie waren het dan? Ja, kijk, nou zeg je A, moet ik wat B zeggen, want ik heb dat blad ook gezien. Ik noem nooit namen, want dat vind ik... Nee, maar ik zal je helpen. Loes Haasdijk zei iets heel vals over. Maar heb jij het gelezen? Ja, toch. Of niet? Is jou voor jouw rekening. Nou, die zou ik wel eens bloot willen zien. Flinke duikbril, weet je wel. En die andere dame, die schat van de NCRV, die bijna kaal is, hoe heet ze? Judith Bosse, ook iets heel vals over. Wat zei ze?
Wat zei ze dan weer? Het zijn jouw woorden. Ik zeg alleen in zijn algemene zin. Ik vind niet, dat zal ik ook nooit doen, dat je als collega of een ex-collega's of niet, dat je naar welk blad dan ook een mening moet geven over iemand anders. Ik zal die Bos zei over jou dat je een spoor door Hilversum had getrokken. Ja, ik weet niet wat voor spoor, maar goed. Dat... Ik ook niet. Een remspoor. Remspoor. Ja, die kan toch? Beter dan bloedspoor. Ja. Viola, wat doe je nou voor de kost, als ik vragen mag? Op het ogenblik heb ik een jaar van bezinning, zoals je dat noemt. Want bij geen van de oproepen... Ik zie het aan je haar. Bij geen van de omroepen is op het ogenblik werk. En ik heb ze allemaal al bijna versleten. Zoals maar je ik dacht dat je zo graag wilde gaan schrijven. Dat doe ik ook, ja. Dat is een jaar van bezinning, dus ik ga wat meer schrijven. Ja, ik ga wat meer doen. Hey Mario, jij kijkt veel tv ook, hè? Ja, regelmatig, ja. Wie is jouw favoriete omroepster? Omroepster? Ja. Ja, ik kijk al... Ja. Ik kijk er niet echt naar. Nee. Nee, want het is meestal niet veel. Oh, wel. Nee, ja. Is maar, er niet nooit? Nee, ik ben verloofd, dus daar kijk je niet meer naar. Hè? Ja. Is toch, ja, is eerlijk toch? Ja, ik weet niet. Maar het is natuurlijk ook zo dat je tegenwoordig nog nauwelijks omroepsters ziet aan het begin van de avond. Nee, precies. Het is een en aan het eind van de avond. Verder zie je ze niet meer. Hè? Het is een uitstervend vak, dus ik ben er ook juist op tijd mee opgehouden. En ik kan me wel herinneren dat je een keer mot hebt gehad bij de NOS, omdat je decolleté beduidend lager was dan wat je nu aan hebt. Het is geen mot bij de NOS geweest, dat is een krant die dat geschreven heeft. Dat was ook helemaal niet zo. Het is alleen heel suggestief. Als je een camera iets hoger zet, dat weet jij net zo goed als ik. En ik heb een jurk aan, die liep tot hier hoor, heel keurig, was niks aan de hand. Maar je zag het puntje niet, dus mensen dachten dat dat eindeloos door bleef lopen. Het was helemaal niet zo. Ik ben er nooit op uit om te provoceren of zo daarmee. Maar, dat zien wij toch niet. Ja, als het eenmaal in een krant verschijnt, dan krijg je de gekste verhalen natuurlijk. Mm. Maar van de NOS uit, nee, nooit. Maar nooit gewoon, je bent tot hier in beeld en dan gewoon onder gewoon met je voeten lekker in een teiltje. Dat was nooit zo. Nee? Nee. Dat was nooit zo. Nee hoor, nee. Goed, even iets anders jongens. Wat heb jij het laatst gelezen, Mario? Nou, dat was gisteren, Suske en Wiske was dat. En Viola, wat heb jij het laatst gelezen? Ik ben bezig met het nieuwe boekje van Wolkers, De Onverbiddelijke Tijd. Ja? Wat is de laatste plaat die je gekocht hebt? Of de laatste tape? Of wat is jouw favoriete muzieknummer van het moment? Dat vind ik van, Piazzadora. Vind ik een goed nummer. Met German, Germain? Ja, en dan het Engels, Jackson, dacht. Viola, wat is jouw favoriete muzika van... Het laatste gekocht bedoel je? Of ja, of favoriete muziek? Ja, ik durf de Gregoriaanse zanger. Hoe gaat dat? Nou, dat is heel mooi. Dat is mooi. Zingen, of zo? Nee. Nee, maar goed. Oké, nou ik ga eens kijken, want volgens mij is onze volgende gast een man die zo goed wel zingen kan als dichten kan, of daartussenin. Bob, wie is het? Onze derde gast heeft alleen maar platen in zijn boekenkast. En opgepast, praten in het openbaar, dat kan hij, port voor drie. Hij dicht op zijn manier de kloof tussen popmuziek en poëzie. Van Lutjebroek tot Londen, Milaan en ook Parijs. Want onze derde gast is vaak op reis. En doet daarvan verslag in oor. Ook draagt hij elke week bij de VPRO-radio zijn eigen steentje voor. Hier is hij, zijn haar zit goed... Zijn gitaar is kapot, de Haagse Buddy Holly, Bart Chabot. Ja, en nou moet je nog zingen, hè? Nou moet nog nee, zingen. Ik laat je even staan, Bart, want ik hoop dat jij zo goed wil zijn om... hier is, we doen net even of dit jeugdhonk de dikke mik is. En dan doe jij, wat jij altijd het hele land door doet, een kleine voordracht. Ik geef je die microfoon alleen in zo. Ik was al een beetje bang voor Jan, inderdaad. Poëzie bij Veronica, als dat maar goed gaat. Hou je vast. Een evergreen, maar de eerste paar regels. De dag dat de derde wereldoorlog ook aan ons land niet onopgemerkt voorbij ging. In de vroege ochtend, heden morgen, is ons vaderland aangevallen door de Teutoonse overheerscher. Onze neutraliteit is wreed verkracht in een struikgewas. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn nog gevallen, maar bij Groesbeek houden onze troepen dapper stand. Zojuist vernemen wij dat onze vorstin kans heeft gezien te ontsnappen met de koude vijand en schuil gaat aan boord van de Groene Draak. Een zeewaardig privéjacht uit de Bantamklasse met medeneming van de nachtwacht en de volledige goudstaven voor de Nederlandse bank. Hare majesteit ging gekleed in een plissé roze onderjurk, een robbe van zacht groene zij en een in de Haagse met vertrek ontbloot bovenlijf. Verder kan ik helaas niet gaan, want dat zal Veronica binnenkort opnemen voor een astronomisch hoog bedrag. Bedankt. Ga zitten, Bart.
Ja, neem een teugje, je hebt het verdiend. En zo, zo doe je dat een paar keer in de week. Nou, weet je. Dat hou je niet vol natuurlijk. Het is zo dat sinds OOR en sinds VPRO... En zeker sinds een combinatie van die twee dingen is het zo gegaan dat... zoals je misschien weet, bij de VPRO zijn er problemen ontstaan rond het programma. De plaatindustrie vindt het niet zo leuk dat wij niet automatisch de singles draaien die ze ons aanbieden. Met gevolg dat het aantal optredens nu, omdat je dan, je moet dan praten over hoe sterk maak je je, weet je, als VPRO. Laat je dus inderdaad in een hoek zetten door de industrie of niet. Nou, VPRO heeft natuurlijk een naam hoog te houden. Dat ligt bij Veronica misschien iets anders. Dat weet je natuurlijk. Nog één steek en we gaan verder, hoor. Ja. Wat krijgen we nou? Maar dat betekent dus momenteel dat de optredens ietsje minder zijn dan normaal. Maar altijd nog goed voor één keer in de week. Eén keer in de week. Ja, ja? Je moet een beetje in beweging, even in conditie blijven ook wel. Ik wil zo graag eens met jou praten over, want jij bent voor mij de eerste die een beetje in Nederland het verschil duidelijk maakt dat je niet meer een boek hoeft te lezen om toch van gedichten te kunnen genieten. Nou, het is natuurlijk... ja. Dat zal mijn uitgever niet leuk vinden, dat ik al ja op zeg natuurlijk. Het is inderdaad waar dat je... Kijk, laat me het zo zeggen. Als je de grote lijn pakt, dan kan je zeggen dat poëzie een aantal jaar geleden, 5 jaar geleden, om maar wat te noemen, 6 jaar geleden, was dat mors en mors dood. Nou, dan kan je dus een gedicht schrijven, dat is prachtig, dat is ook niks tegen, dat is prima. Als je dat dus uitgeeft volgens de reguliere weg, dan ligt het dus in een la. Of je geeft aan familie en kennissen en een paar literaire critici nemen daar kennis van. En dan heb je het gehad. Dan kan je een goede kritiek krijgen in de Volkskrant of niet dan. Maar dan heb je het verder gehad. Dat werk leeft dus niet. Nou, dat is doodzonde van het medium. Met poëzie als medium is niks mis. Als je dus op een gegeven moment dan zegt, hoe kan je die spiraal doorbreken? Hoe kan je uit die problemen komen? Dan kan je zeggen, nou, als je dus in staat bent en het ook wil om live dat naar de mensen werkelijk ook te gaan brengen op hun schoot. Nou, dan kan je dus, als je dat overtuigd weet te doen, kan je die poëzie uit dat isolement halen. In ieder geval voor jezelf. Maar luister eens, ik bedoel, liedjes is toch ook poëzie? Zolang er liedjes zijn, is het toch al... Liedjes, dat is toch ook dichtkunst? Ja, nou, kijk, met liedjes hebben we natuurlijk het feit dat er muziek bij zit. En een ritme. En dat is natuurlijk altijd aantrekkelijker in eerste instantie. Het is wat dat betreft, je moet het dus puur doen met woorden. En als je, kijk, en dan krijg je de essentie van live poëzie, zal ik maar zeggen. In feite is het natuurlijk zo, moet je, als je goed bent op het podium, live met poëzie, moet je geen muziek hier nodig hebben. Als het goed is, laten we het zo zeggen, een goed gedicht, Jan, is muziek. Oké, even van de hak op de tak, hè? Is dat goed? Ik heb er geen moeite mee. Je kent de jonge lui die nu hier al aanwezig zijn? Ja, zeker, ja. Die ken je? Ja, nou nog. Geuren en kleuren, ja. Jij houdt van voetballen ook? Ik ben gek op voetballen, ja. Ja? Ik ben een groot nog fan. Steeds? Much ADO, vroeger ADO? Nou, vroeger, de goede tijd ADO. Ja, FC Den Haag, ja, zoals FC Den Bosch, FC Groningen, je hoort al, dat maakt niet veel meer uit. Dat klopt ook wel, want daar doet niet zijn best. Als je in het Zuiderpark nu gaat kijken, dan moet je wel stenen gooien. Want dan moet je een godsmannen doen. Ja, dat is... kijk, als fan, en dat ben ik echt waar. Eerlijk waar, hand op het hart. Ik bedoel, en de Mario Benen in Nederland en de Ruud Gullit en de Gerald Vanenburgh kunnen we op mijn sympathie zonder meer rekenen. Alleen moet ik zeggen, als fan van voetbal word je natuurlijk niet vrolijk de laatste tijd. Dat is natuurlijk... als een van de 14 miljoen bondscoaches in Nederland kan ik dat wel zeggen inderdaad. Ja, maar ja, ja. Ja, we gaan ons niet verdiepen in welk speltype de mensen dan moeten gaan aanhouden om misschien toch ooit nog eens ergens of in de wereld of in Europa of in het land kampioen te worden. Wat ik wel van jou wil weten is, ik heb in een Engelse krant gelezen dat tijdens de Falklandoorlog dat 90% minder voetbalvandalisme heerste dan daarvoor en daarna. Ja. Dat vond ik zo'n... Ja, ik was eigenlijk geestig, maar... Dan zou je bijna zeggen dat het nog een gerechtvaarde oorlog was misschien in de Falklands, ja. Ja, het... nou, ik weet niet wie daar... Ja, wie die soldaten waren en de voetbalsupporters. Nou... Ja, Ja, ik kan ja, leuk. Ja. Maar heb jij een verklaring ervoor? Ik bedoel, volle stadions, massahysterie, noem maar op. Nou, weet je, ik vind dat je dat soort dingen niet te gaan moet zeggen. Want als je dat zegt, dat is vrij gevaarlijk, weet je. Om nou gelijk het in die sfeer te trekken. Ah, kijk. Er wordt wel eens een treinstelletje natuurlijk verbouwd. Ik bedoel, ja. En je kan inderdaad in Deventer tegenwoordig niet meer op zaterdag de wedstrijd organiseren natuurlijk. Maar goed, voor de rest is het toch, ach. Ik bedoel, zelfs in Zuiderpark, waar we er wat wel van weten hoor, want de houten tribunes vliegen om de avond op in de fik. Het is nog net leefbaar in het stadion, ja. 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 Maar waar voetbal als uitlaatklep? Hè? Waarom gaan mensen naar voetbal?
Ik ben gelukkig geen socioloog, dus ik weet omdat niet zo precies. Omdat ze daar in grote groepen zijn, denk ik. Ja? Grote groepen, dat geeft altijd ellende. Ja, of veel plezier. Nee, dat denk ik niet. Altijd ellende op die voetbalvelden, omdat ze met een stel mensen zijn, denk ik. Maar hij weet het waarschijnlijk beter. Hij weet het waarschijnlijk het beste. Weet je, stel mensen, dat is gevaarlijk. Dat weet ik niet helemaal zeker. Want als je dat zou zeggen, massa, op zichzelf is er misschien een verband tussen. Maar, bijvoorbeeld popconcerten, weet je. Waar dus 8000 mensen voor U2 naar Ahoy komen. Nou, er wordt nog geen tasje gepikt, bij wijze van spreken, weet je. Ja, maar dat zijn waarschijnlijk andere mensen. Nou. Minder agressief, ik weet het niet. Nou, er zijn een paar heavy's tussen, hoor. Ja. Muziek. En muziek kalmeert waarschijnlijk. Sinterklaas binnenkort. Mag ik jullie even lastigvallen? Wat vraag jij het liefst? Wat wil jij het liefst hebben? Nou, een overwinningsrondag. Ja, die vraag ik. Oké, Ajax moet verliezen. Ja, dan winnen wij. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja. Viola, wat wil jij van Sinterklaas? Ik krijg niks. Ik doe er niet meer aan. Je doet er niks aan? Nee, Bart ook niet? Nou, niet echt, nee. Niet echt, oké. Okay. Goed, dan heb ik voor jullie iets, want ik wil graag dat jullie een Sinterklaas cadeau schenken. En ik ga jullie vertellen aan wie. Mag dat? Ja, nou, we gaan even proberen. Mag ik dan met Viola beginnen? Ja. Jij moet een Sinterklaas cadeau bedenken en geven aan Karel Enkelaar of Loes Haasdijk. Wie kies je? Daar beginnen we mee. Wie van de twee krijgt van jou een cadeau? Karel Enkelaar. Oké, Karel Enkelaar, directeur van de NOS, hè? Ja, nog steeds. Wel, ja. Goed, jij mag kiezen uit twee dingen die je hem wil geven. Dat is een vergulde handdruk of een te warme banketstaaf. Wat geef je? Ik gun hem uiteraard een vergulde handdruk. Ja? Ja. Want je bent goed met hem? Natuurlijk, waarom niet? Oké, je vindt hem een schat. Ja, dat is ook weer... Ja. Nee, maar ik ben nooit echt kwaad met iemand of zo, nee. Ah. Mario, ja. jij mag twee cadeaus samenstellen. Of voor Rinus Michels, de bondscoach. Of voor meneer Favier, de nieuwe trainer, hè, jouw nieuwe trainer bij Feyenoord. Wie kies je? Nou, dat is voor mij heel simpel. Ik kies, denk ik, voor allebei. Nee, je moet... Nee, ja. Want als ik kies ik voor Favier, dan ga ik misschien bij Michels eruit. Dan kies ik voor Michels, dan ga ik voor Favier eruit. Ja, maar... Kijk. Zo is het leven. Je moet kiezen. Botjes op de knieën, oké. Dan gaat... Nou, ik denk dat gaat meneer Michels eruit bij mij. En dan kies je voor meneer Favier? Ja, wat heb ik mee te maken? Toch wel, meer. Oké, okay, en dan heb ik nou twee cadeautjes die je... Hoewel ik Michels ook heel goed vind, hoor. En dan krijg je nou de cadeautjes. Meneer Favier, een enkeltje Griekenland. Of het voorzitterschap van Ajax. Nou, dan gun ik hem nooit natuurlijk, voor Ajax, want dat is, het lijkt me niet fijn voor die man, maar... Nou, ik denk dat ik hem wel naar Griekenland ga gaan. Dan wel? Ja, het zonnetje en met zijn oude trainer, Saampies, kunnen ze denk ik best wel goed vinden. Oh, dankjewel. Bart, ja. En jij moet voor hun twee een cadeau bedenken. Eerlijk. Eerlijk. Zo, wat zou je graag willen hebben, jongens? Oei. Nou, Mario, moet ik even over nadenken. Viola... Beetje gelijk. Ja, weet je? Wat dan? Nou, jij wil schrijfster worden. Ik ben het al een beetje, hoor. Ja. Weet je, het is... ik zal je voor het laatst een goede tip geven, weet je. Hoe je dat... Het is zo, in dat schrijversvak valt dus echt bijna geen droogbrood te verdienen. Terwijl daartegen via Playboy en zo... Nee, hoor. Nou, nee. Eerlijk? Was dat... Oh, ja? Ja, misschien is het jouw ervaring, maar... Nou, weet je, ik bedoel, het ligt natuurlijk hoe je... Ja, u dat is nieuwsblad. Ik weet niet hoe het betaalt natuurlijk, inderdaad. Het is, met tijd geleden alweer. Ja. Maar weet je, het is... ik zat dat je nou een ik hoorde tenminste van aantal, ik heb het niet zelf gezien nog, maar ik hoorde wat gerommel van mensen die Playboy zagen. En je hebt nu een wat van de borstpartij laten zien, heb ik gehoord. En ik dacht mezelf, nou weet je, ik bedoel, een goede tip om toch een goed belegde boterham te hebben, is dat je met jouw figuur, zou ik zeggen, niet bij Nederland alleen blijven natuurlijk. Zeker in Benelux verband. En dan kan je, als je nou... als je nou... laten we zeggen, in Luxemburg een bil laat zien en in België iets van de onderbuik, dan maken we daar over een jaar een soort van bouwplaat van Viola van. Hey, maar dat was nog geen cadeau. Ja. Je zou me iets willen geven. Nou, dat is toch een gouden raad. Blijf bij een eenmalige actie. Nou, is even voor Mario. Heb je voor Mario een cadeau? Mario, nou, ik, hoe heet het? Maar ik zei, ja, Mario. Ja, dat is ook. Ik zag Aad Mos op televisie. Zondagavond in de Studio Sport. En die zei, waarom lukt het nou toch niet met dat Nederlandse voetbal? Zei Evert aan Apel, geloof ik dat het was. En toen zei Aad Mos, nou, dat is in een gat van 10 jaar.
Dat was 74, 84 snel uitgerekend. De laatste echte successen. En toen zei hij van, en dat meen ik serieus, hij zei in 5 zinnen 3 keer dat we in de jonge jongens van Nederland vertrouwen moeten hebben. Dat zei hij 3 keer in 5 regels, dus ik, dat meen ik niet echt. En nou, dat vertrouwen in mensen als Mario Been en in Gullit ook, die heb ik begrepen niet zo'n goede periode doormaakt. Hij is zijn eigen trainer in de krant, dat is dus ook niet zo leuk om te horen, denk ik, uit de krant. En mensen als Vanenburg, met wie je dan de oorlog niet kan winnen. Nou, die mensen wou ik, zoals Mario dan, wou ik, die hebben mijn vertrouwen in ieder geval 5 december duidelijk te pakken. Heel goed. Ja. Ja. Wat ruimt op huwelijk? Gruwelijk. Zo. Oh, die was, dat kwam er vlot uit. Ja. Vertel eens. Ja, ja, wat geeft er nog meer op huwelijk? Ja, het is... Geluk? Ja. Nee, hè? Nee. Was het maar waar, Mario? Was het maar waar, ja. Dag, ja. Getrouwd of niet getrouwd, dat is de kwestie. Ja? Michels heeft dus gezegd, jonge voetballers moeten getrouwd zijn. Ja, dat wil ik. Ja? Ja. Dat doe je nou ook? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, maar ik vind, wat is het verschil tussen trouwen, samenwonen en verliefd zijn? Nou ja, dat doen we dan even hetzelfde. Ja, maar goed. Ja, maar wat is daar nou het verschil tussen? Dan moet jij maar, dat is alleen een papiertje, vind ik. Ja, maar we nemen even trouwen en samenwonen houden van. Ja. Even één ding. Nou. Waarom zou Michels nou tegen jou zeggen van je moet maar snel trouwen of samenwonen? Nou, misschien dat hij mevrouw wil leren kennen, ik weet het niet. Ja. Ik weet het wel. Dat is één ding, hè? Maar ik had toen begrepen dat hij dacht van een geregeld leven is voor een jonge voetballer, hè, een must. Nou, dat is waar. Ja, dat is waar, dat ben ik met je eens. Ik vind een voetballer moet een bepaalde vastheid hebben onder zich. Mm. En niet de ene dag dat doen, de andere dag dat doen. Goed. Maar zit jij nog veel in de discotheek of niet? Nee, helemaal niet. Want ik zeg, het klinkt gek. Ik ben verloofd gewoon. Dat is gewoon serieus. Dat is, ik vind daar kies je voor. En je moet toch een bepaalde vastheid als voetballer hebben. Dat je als je thuis komt, dat je toch iets hebt waar je op terug kan vallen. Dus die jongens, goede en slechte tijden. Die jongens van de Swift Boys, die zie je niet meer? Nou ja, dat verhaal heb jij gehoord. Natuurlijk, ik ben daar 1 keer geweest. Nou, dat zijn gewoon kennissen van me. Oh ja. Maar je hebt het nachtleven taboe gezegd en gekozen voor een geregeld ja, leven. Ja, nou, dat is echt waar. Ja. En is dat meisje wat je laatst mee op straat tegenkwam, is zij dat? Ja, dat is zelfs. Ja. Oh, die ziet er helemaal niet uit als de vrouw van de voetballer. Nou, wel. Ja. Ja, maar wat is een vrouw van de voetballer? Is dat, ja, ik zie dat verschil niet in. Hey, en mag ik jou vragen, Viola? Getrouwd of niet getrouwd, hè? Hm? Je hebt liever een elektrische deken, begrijp ik goed? Dat heb je uit de HP gehaald. Ja, maar hoezo? Wat bedoel je dan? Nee, ik bedoel, getrouwd of niet getrouwd? Is dat voor jou ook een kwestie of maak ik je geen plan? Ik ben niet getrouwd, maar het is voor iedereen moet het voor zichzelf weten. Nee. Ik zal denk ik niet meer trouwen, nee. Nou, voor je carrière heeft er niks mee te maken? Nee, hoor. Nee. Nee, maar jij bent nu toch kostwinner, mag ik aannemen? Ik heb een hele goede vriend, maar ik ben wel kostwinner, ja. Ah, bon. Jij hebt een latrelatie, geloof ik. Zoiets, ja. Zoiets, hè? En jij hebt jij bent een echte bokman, heb ik gehoord, hè? Bokman? Ja. Nou, Jan. Bewust, ongehuwd, kinderloos? Nou, weet je. Dat nee? Kinderloos pop. Nou, weet je. Nou, nee, laat dat. Nou, ja. Dat weet hij niet. Kijk, het is natuurlijk. Dat weet hij niet. Kijk, als je natuurlijk optreedt in het land, weet je, dan zonder nou. Doe maar achter het tafereel te willen suggereren. Maar er gebeurt wel eens wat natuurlijk, weet je. Dus. En ik moet heel eerlijk zeggen, de vaste relatie, zal ik maar zeggen, zoals Mario dat gelukkig wel heeft. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik probeer dat ook af en toe wel eens, weet je. En dan ben ik 2 weken tegen ergens in een huis van een vriendin. En dan kom ik op mijn nacht kom ik thuis en dan zie ik mijn tas staan bij de deur. En dan, weet je wel, ik nog niet begrijpen, dan hangt er nog een onderbroek uit. En niet begrijpen wat aan de hand is. En dan komt die deur even open van de slaapkamer. Bartje Chabot, ik heb de balen van jou. Ja. En dan, weet je. En dan ga je weer terug. Ja. Nou, dan gaan we weer eens optreden. Ja, ik vind het zo gezellig, maar ja, laat het maar ophouden, hè, anders wordt het te leuk ook weer. Wat ik nog wel van jullie wil weten, er zijn nog maar 3 tegeltjes in Nederland. 3 tegeltjes. En ik wil graag voor alle 3 van jullie een tekst die op dat tegeltje moet worden geglazuurd. En ik begin met jou, Mario. Nou. Een tekst, een spreuk waarin op jij... Op dat tegeltje. Is het een groot tegeltje? Het ligt eraan, kijk maar. Maar het is simpel, maar ik heb altijd gezegd, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat is een goeie, die kan van mij op een tegel. Ja? Viola? Het zijn de laatste 3 tegeltjes, er is verder 3. Niks meer. En je hebt er eentje van, ja. Laatste 3, denk ik. Ja. Na 2, oké. Okay. Allerlaatste in de wereld, daar zou ik op zetten. Orwell had gelijk.
We hadden gelijk. Een literaire type, hoor. Ja, hebben we. Meneer Chabot? Nou, weet je, ik zou een... ere wie ere toekomt. In ons vak, zal maar zeggen, dichterij, live, wordt veel gepraat over de grote drie. Simon Vinkel, Donnie van Doorn en Jules Deelder. Eén man komt er wat bekijkt af, dat is Cornelis Vaandra uit Rotterdam. Een fantastische Rotterdamse dichter. Is helaas op de tijd niet meer aanwezig. Hij heeft fantastische dingen gedaan. Ik weet van een gedicht wat als volgt ontstaan is. Cor Vaandrager zat, trok zich terug op een boerderij in Drenthe om tot bezinning te komen, inderdaad ook. En op een gegeven moment kwam een collega aan. En Cor, er lag een briefje in die boerderij van, ben hier niet, ik zit, loop het zandpad af en linksaf, de hei op, daar sta ik. Dus degene doet dat en die ziet inderdaad Cor Vaandrager met een vergrootglas gebukt in die hei naar een konijnenhol kijken, weet je. En je zegt, Cor, ben je aan het doen? Ja, poëzie. En het blijkt dat maandenlang heeft Cornelis Vaandrager daar in die hei met een vergrootglas naar konijnenhol staan kijken. En kwam toen terug na een half jaar met het voor mij onsterfelijke gedicht. Iedereen kent het trouwens, dacht ik. Mijn naam is Haas, ik weet van niks. Bedankt, het was mij een genoegen. En u hebt vast, dames en heren, al gezien wie zo aardig was. Kom maar even naar voren. Zo aardig was vandaag de gasten hier te introduceren. Rob van Houten, beter bekend als, ook bekend als Boy Bandit. Boy Bandit, ja, weet je wel. Op zoek naar Jolanda, de VPRO-serie die weer afloopt, hè, binnenkort. Ja, over 3 weken is het laatste, maar waarschijnlijk volgend jaar wordt het gecontinueerd. Zo mag ik, dat zou ik leuk vinden. En ik heb in de kranten kritieken gelezen op jouw... nieuwste show, Modern Times. Op jouw nieuwste Times. Show in het theater, ja, Modern Times. Maar ik kan nergens, zie ik, adressen waar ik me kan vervoegen om nou, te kijken. Nou, we treden nu op in de provincie, zoals het heet. En volgende week in Sneek. En in februari staan we een aantal weken in de Kleine Comedie in Amsterdam. En ik heb nog één tegeltje voor jou over. En wat zou jij daarop zetten? Ja, ik zou hem twee kanten beschrijven. Aan de ene kant rust, roest. En aan de andere kant een dag niet gehaald is een dag niet geleefd. Zo. Nou ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Heel weinig. Marlene Dietrich zei het al heel lang geleden. Na deze is kleine goed genoeg. Dit was Reur. Tot ziens. Tot Reur. Dit was Reur. Aan dit programma werkte mee Mario Been. Viola van MNS, Bart Chabot, Rob van Houten, Kathleen Warners, Teun de Winter en Herts Hertzberger. Regie Paul Boots, samenstelling en productie Gert-Jan Dreugen en Jan Lemvering. Thank you. Dit is Veronica. We'll be right back.
Gosh, Clarence went to make his phone call. You got 20 minutes. Come on. Honey, will you please? You know I hate them white onions in my hamburgers. I like